Jong PSV tegen Jong FC Groningen is niet alleen een competitieduel in de belofte eredivisie, maar vooral de rentrée van Ola Toivonen. Na 4,5 maand blessureleed maakt hij weer zijn eerste minuten. In een wedstrijd gespeeld op kunstgras die PSV moet winnen om onderin weg te komen. En de eerste kans is er voor Jurgen Locadia, die samen met Toivonen het aanvallende koppel vormt in de ploeg van Marco Roelofsen. Verder Przemyslav Titon in de goal. Dat zijn wel de bekende namen uit het eerste elftal, dit keer in de belofte. Geen hens van Letschert. Locadia appelleert wel, maar geen strafschop. Dick Advocaat en Ernest Faber zeer aandachtig toekijkend hoe Toivonen speelt. En dat ziet er soepel uit. Met rug nummer 10, prima aangenomen en uitgehaald. Zelf de kans gecreëerd. En we hebben het al op de trainingen gezien de afgelopen dagen. Hij komt er echt aan. Hier zoekt hij de combinatie met Locadia. Prima uitgevoerd. En probeert het heel fraai met een lopje. Maar de lat brengt redding voor Stefan van der Leij, de doelman van Jong FC Groningen. Prima aanval, prima actie ook van Ola Toivonen. En zijn rentrée trok veel publiek naar de hertgang. In blessuretijd van de eerste helft, hens van Letschert. Dit keer wel een penalty, vindt scheidsrechter Lindhout. En van der Leij op de lijn, Locadia achter de bal. Overtuigend ingeschoten, keeper de verkeerde hoek in. PSV op een 1-0 voorsprong en dat was verdiend. Want de ploeg voetbalde om te winnen. ...1-0 is de ruststand. Het welkomstcomité voor Ola Toivonen, die ook in de tweede helft nog terugkwam. Maar FC Groningen kwam terug in de wedstrijd, ging zich meer met het spel bemoeien. En dit is een schot van Moussa. Dengering met de sliding, maar brengt de bal bij Magnasco. Dan komt de voorzet, die wordt weggewerkt door Vukovic. En dus een hoekschop. PSV moet in die tweede helft verder naar achter. De indraaiende bal komt bij de tweede paal, bij Bakuna. Die mag de voorzet geven en dan staat Bakker helemaal vrij. Maar kopt over. Grote kans voor Jong FC Groningen, dat vierde staat in de belofte eredivisie. PSV moet het doen met plek 8. Dan, na 70 minuten, is het genoeg geweest voor Ola Toivonen. Hij gaat naar de kant, Albion Mouzaki is zijn vervanger. En Mouzaki, dat is een echte spits, laat hij bij PSV A1 regelmatig zien. Maar FC Groningen is de bovenliggende partij in de tweede helft. Kostic kapt en draait. En Vukovic krijgt dan de bal van Kieftenbelt tegen zijn handen. En ook dit, zo vindt scheidsrechter Lindhout, is een strafschop. Titon moet zijn kunsten vertonen. Bakuna achter de bal. Een kwartier voor tijd is het 1-1. En dat is meteen ook de eindstand. Jong FC Groningen en Jong PSV delen de punten. Maar veel belangrijker dan dat, Ola Toivonen heeft zijn rentrée gemaakt na 4 maanden blessureleed. Goed om te zien dat Ola Toivonen weer terug is bij PSV FC Groningen. 1-1 werd het daar. Heerenveen wint van NAC met 4-0 en Ajax wint van Twente met 3-2. Heerenveen blijft aan de leiding 29-12. FC Groningen staat derde 21-12. En PSV klimt van 8 naar 6 met 18 punten uit 12 duels. En dan komen we bij de topscorers. Jurgen Locadia maakte zijn 20ste in het belofte elftal dit seizoen.